Diederik van Sonoy. Kom je pak maar halen en dan kan je omkleden. Ik ben dijkgraaf Diederik van Sonoy. Ik moet de geuzen de opdracht geven om de dijken door te steken. Ik vind de rol leuk, maar mijn outfit niet. Koning Philips II van Spanje. Nou, de gemene rol. Na weken oefenen in gewone kleren zien ze nu voor het eerst hun eigen kostuum. Lijkt net alsof een kunstenaar niet goed heeft geschilderd. Het is echt walgelijk. Al sinds het begin van het schooljaar zijn ze bezig met het Alkmaars ontzet. Dit is de laatste keer dat ze kunnen oefenen. Vanavond treden ze op en er komen zo'n 300 mensen kijken. Ik ben vooral moedig. Ik kan tegen veel publiek. Dus ik word dan niet zenuwachtig of zo. Ik kijk gewoon goed naar Philips II en zeg wat ik moet zeggen. Je wilt alleen maar rijkdom en macht ten koste van het Alkmaars volk. Dit kan ik echt niet serieus nemen. Die kaaskoppen, die gaan eraan. Ik ben Philips II. Ik heb een heel mooi pak. Alleen ja, het is een slechterik. Het is, ja, je kan heel hard praten, je kan heel duidelijk praten, heel boos. De stad zal branden. Het Alkmaars ontzet is een gebeurtenis uit de 80-jarige oorlog. Spanje was toen de baas in Nederland. In het jaar 1573 was die 80-jarige oorlog al een tijdje bezig. En de stad Alkmaar was omsingeld door de Spanjaarden. De Alkmaarders bedachten iets slims. Ze verrasten de Spaanse vijand door de dijken kapot te maken, waardoor het leger overspoeld werd. Het Spaanse leger besloot toen maar te vertrekken en de stad Alkmaar was vrij. En achter dat slimme plannetje zit Diederik van Sonoy, oftewel Elise. Na Van Oranje zal ik de dijken door laten steken. Steek de dijken door, zet Alkmaar onder water! Door die actie was Alkmaar de eerste Nederlandse stad die het voor elkaar kreeg om de Spanjaarden weg te jagen. En dat wordt ieder jaar herdacht. Het is wel lang geleden, maar het is ook wel iets belangrijks. Ik vind het wel terecht, want de oorlog duurde 80 jaar. Dus dan vind ik ook wel dat het wel elk jaar mag herdacht worden. Anders zouden wij hier Spaans spreken en dat zou ook weer een beetje gek zijn. We zijn gered! De Spanjaarden drijven af! Bij Alkmaar begint de victorie! Wat doe je van, hè? Dan is het bla 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 bla.